Wesley, een speciale dag voor jou vandaag. Ja, zeker. Getekend tot en met 2023. Zeker. Een beloning voor jouw werk. Ja, echt onbeschrijfelijk. Supermooi dit moment. Ik voetbal nu al voor mijn 9e jaar bij Willem II. En elk jaar maak je een stapje naar het volgende team. En in dit seizoen in de voorbereiding was het natuurlijk een hele gekke situatie, ook met corona. Maar heb ik de kans gekregen om bij het eerste elftal aan te sluiten. Daar heb ik me proberen te laten zien. En ik denk dat dat wel redelijk is gelukt. En vanaf daar is er een mooie aanbieding gekomen. En nu zit ik hier. Ja, en die ontwikkeling die je hebt doorgemaakt in korte tijd ook, hè? Ja, met die oefenwedstrijden. Wat heeft de trainer bijvoorbeeld gezegd? Ja, die zegt ook vooral dat ik zo door moet gaan. En dat ik hier niet bij moet blijven zitten. En dat ik stappen moet blijven maken. En dat het dan goed moet komen. Ja, dat is het enige wat ik kan doen. Blijven werken. Je sluit eerst aan bij onder 21. En wat is het plan dan? Ja, klopt. Ik ben dan nog een van de jongeren uit mijn team. Dus ja, wat je daar moet doen is ook gewoon vechten voor je basisplaats en voor je minuten. En dat heb ik geprobeerd. Ik heb de voorbereiding hard gewerkt. En dat is ook gezien door de trainers. En dan moet die bijvoorbeeld spelers kiezen die meegaan naar het eerste. En dan word je uitgekozen. En dan begint het eigenlijk weer opnieuw. Moet je hier weer laten zien wat je kan. Ja, jezelf bewijzen, hard werken en dat wordt dan op zo'n manier beloond. En dat is prachtig. Je hebt al kunnen ruiken aan het eerste elftal. Je hebt Zeker. Zelfs al een assist gegeven. Dat ook, ja. Hoe is het überhaupt om die stap te maken van onder 21 naar het eerste elftal? Echt ongelooflijk. Je hebt veel spanningen hier, maar juist daarmee moet je leren omgaan. En ik denk dat je daar heel veel stappen in kan zetten. En ook het tempo is natuurlijk een stuk hoger waar je erg aan kan wennen. Maar ook waardoor je jezelf goed kan verbeteren. Ja, voor mij is het nu heel belangrijk om te blijven voetballen. Vooral in de onder 21 wil ik mezelf bewijzen. En dan hoop ik meer minuten te mogen maken bij het eerste elftal. Maar voor mij is het belangrijkste om te voetballen en mezelf te blijven ontwikkelen. Ja, van de wedstrijd tegen VVV, toen speelde je op 8 positie volgens mij. Ik stond inderdaad meer op 8, maar ik was meer naar voren nadat ik terugkwam. Maar ik stond vooral op 8, ja. En wat voor type middenvelder ben je eigenlijk? Ja, ik ben bij de onder 21 sta ik meer voorin, op 10. En dat is ook vooral om mee druk te zetten. Ja, ik ben dus meer aanvallend, maar eventueel zou ik ook verdedigend kunnen zijn. En hoe is het überhaupt voor je familie, voor je ouders natuurlijk? Ja, die zijn echt super trots. Mijn ouders en ook mijn oma en mijn beste vriend, die zijn er elke wedstrijd bij. Al moeten ze helemaal naar Groningen reizen, komen ze nog. Dus ja, het is eigenlijk ook een beloning voor hun en ze zijn echt super trots op me. En dat vind ik super mooi.